Het is 6 uur. Echt heel fijn. En het is vrijdag. Het is 28 oktober. En we gaan zo op pad. Hopelijk gaan we manatees zien. Dus af we go.
was het in de auto. Jullie hebben ons als het goed is net gezien met de manatees. Het was zo vet. We waren op de tour alleen. Dus het was alleen ons en de gids. En ik had verwacht dat ook nog wel heel veel andere boten zouden zijn. Maar dat was dus niet. Dus we waren echt de enige in de hoop dat we nog manatees zouden zien. Na een beetje de bad luck van gisteren met de dolfijnen. Waar we er 3-4 een beetje gezien hebben. Dachten we, nou, we gaan het zien. Maar eerst was het even zoeken en daarna vonden we er dus genoeg. We zaten er echt nog een stuk of 10, 15 hebben we er gezien als het niet meer is. En ze waren ook heel nieuwsgierig. Zelfs de gids zei al van nou, dit is echt een van de meest bijzondere encounters die ik ooit heb meegemaakt. Dus het was zo gaaf. Ze kwamen echt naar ons toe. Ze wilden dat we ze gingen kriebelen. En ze pakte je armbeet. Ze probeerde je snorkel op te eten. Het was echt zo vet. Dus ja, echt zo blij dat we dit gedaan hebben. Het was echt wel een hoogtepunt. Nu gaan we waarschijnlijk nog eventjes naar Crystal River terug. Gaan we nog even kijken bij een winkeltje en wat foto's maken. En daarna rijden we naar Homosassa. En daar zitten ook springs en daar zit een soort van wildlife parkje met ook manatees. Want we wilden eigenlijk naar de Three Sisters Springs om voor de manatees te kijken. Maar die schijnen er nu nog niet te zitten omdat het nog best vroeg is over winter hier natuurlijk. Dus er schijnt nu nog niks te zitten. Dus dat is dan een beetje zonde om daarheen te gaan. Dus waarschijnlijk komen we naar Sasa. En vanmiddag rijden we naar Orlando. Want vanavond hebben we Mickey's Not So Scary Halloween Party. Dus het wordt een geweldige dag dit. Kan niet meer stuk. We stappen in en we gaan onderweg. Let's go. Oh, kijk alle Halloween decoraties. Ik vind het ook echt zo'n typisch Amerikaans straatje, dorpje. Echt als in zo'n film. Homosassa Springs State Park. Dus we gaan even kijken. Dit is volgens mij ook de Wildlife Refugee. Ja, goeie. Refugee. Dus we gaan eens even binnen kijken. Gaan ze even koekeloeren. De Amerikaanse vlag kan maar één ding zijn. It's the American Bobby. Van Homosassa Springs. Ja, was leuk.
ja, wat dieren gezien die hier leven, superleuk. Manatees weer gezien. Die zaten helaas niet bij het onderwater gedeelte, dus je kon ze niet zien. Maar goed, we hebben ze in levende lijven onder water gezien. Dus prima. Prima Marco, prima. We gaan nu naar de auto en dan rijden we even langs de Walmart. En dan gaan we rijden richting Orlando, want het is nu 2 uur. En we zijn nog maar een kleine 2 uur onderweg. En dan kunnen we even op zoek naar onze villa. En we willen misschien ook nog even kijken bij de Walmart toch nog voor wat Halloween outfits. Misschien komen we ergens anders nog wat leuks tegen. Dus misschien kijken we in Orlando zelf ook nog even. Maar we stappen nu nog in ieder geval in de auto. En nog een stukje rijden. Where are we? Walmart. Wally Walmart. Woop woop. We're gonna get a sandwich. And an energy. Because we're up till from 5:30 and we need to be up till 2. So almost 24 hours up today. Ja, de party duurt tot 12 uur. Maar om 12 uur zijn wij dus niet thuis. Dus ga er maar vanuit dat we tegen een uur of 1 misschien eens thuis zijn. Dan slapen we nog niet. 2 uur voordat we slapen waarschijnlijk. Nog een beetje het huisje uitzoeken. Nou, dan zijn we bijna 24 uur wakker. Dus we hebben een beetje energie nodig. Maar ja, het is ook gewoon leuk om naar de Walmart te gaan. Dit is geen snoep, dit is een mega cookie taart. Zo, ons mooie huis. Hier weer de keuken. Alles erop en eraan. Behind the closet. We have a washer and a dryer. That's great. Daar is in het toilet. Maar jullie raden al, daar zit iemand op. Hier een mooie woonkamer. Bankie. TV'tje. And look what we have here. That's our garden, if I can open the door. Wow. En een mooie tafel. En oh, look at that. Look at this. Ta-ta-ta. Okay. Makes me happy. We go back inside. Deur dicht, warm buiten. Dan gaan we omhoog. Dan naar de slaapkamer. Hier gaat Chantal slapen. Hier kunnen onze logees slapen. Badkamer. Mijn slaapkamer. En mijn badkamer. Nou, helemaal top. Ziet er goed uit. Ga lekker spullen uitpakken. En dan gaan we er zo vandoor, denk ik. Dus nou, ik ben helemaal blij. Ziet er goed uit. Gaan we lekker nog 2 weken zitten hier. Dus... geen in- en uitpakken meer. Dat is wel lekker. Ja, top. We hebben ook op het resort hier nog een zwembad en zo. Maar ik denk niet dat we dat gaan gebruiken. Dus uitpakken maar.
zijn er. We zijn bij Mickey's Not So Scary Halloween Party in de Magic Kingdom. Ik ga jullie vanavond meenemen. Het is een special event, aparte kaarten voor. We gaan van alles doen. We gaan trick-or-treaten. We gaan parades zien, vuurwerk zien. Speciale karakters misschien, geen idee. We gaan het allemaal meemaken, dus blijf vooral kijken. Happy Halloween! Hier gaan we dus hele aantal snoepjes in verzamelen. Nou, we zitten al bijna vol. Oh, je kijkt er altijd. Het is gelukt. We zijn met Pooh en Friends op de foto geweest. Superleuk in de outfits. Pooh en Friends zijn gewoon ook geweldig. We gaan nu kijken of we kunnen trick-or-treaten. Dus snoepjes halen. Helemaal met lichteffecten. Nu voor Halloween, helemaal donker. Mountain geweest. Dat hebben jullie voor 10 seconden gehoord. En toen zei mijn batterij goodbye. Hij was waarschijnlijk aangegaan of zo. Dus ja, na 10 seconden ging hij uit. Ja, in een attractie wordt dat wel heel lastig. Dus we gaan door. Happy Halloween! The past, the present, and the future have become the cards. The cards. Just take three. We'll take these. Take a little trip into your future with me. Can you feel it? You're changing and changing and changing. All right. I hope you're satisfied. But if you ain't, don't blame me. You can blame my friends on the other side. You put me in a spin. You are an unwritten enemy. The magician that lives is hopeless. You're finished. You haven't got a plan. But I'm in the boogie boogie. What's yours? I can barely
friends. Happy All Hallows Eve. Oké, we hebben een jack-o'-lantern float. Wat is het? Citroen, soft serve. Fanta. Met Fanta en graham crackers. Let's try. Het smaakt naar een koekje. Het is ook vanille. Er zit ook vanille doorheen. Oh jee.
Day. Dat was Big Thunder Mountain. 10 minuten wachtrij. Dat is toch wel heel fijn. En deze reis 10 minuten lopen. We gaan nu naar Splash Mountain. Ook 10 minuten, maar ja, de wandeling is gewoon 10 minuten. We're on the way. Come on. Pretty good, show's your mom.
Stop jumping around. Why don't you go and get on the set?
say left and I say right. Happy Halloween, everyone! Ghostbusters in the sky! Happy Halloween! I'm ready! I'm ready! I bij de IHOP, want we hebben nog geen eten. En vroeger was de Walmart hier altijd onbeperkt open. En die gaat dus nu over om 11 uur dicht. We willen nog wel even wat eten. Het is nu 2:15. Ja, beter kan niet. Maar goed, we wilden op de party geen tijd besteden aan eten. Maar gewoon zoveel mogelijk doen. Dus we hebben nu lekker wat te eten. Daarna gaan we lekker slapen. Het is tijd. Dus ik zeg alvast bedankt voor het kijken. Slaap lekker en tot morgen. Doei!
Let's move.